Vandaag maken we een eenpans vegan groentepasta die precies voor één persoon is. Voor deze pasta halveer ik wat cherrytomaatjes. Je kunt ook een gewone tomaat in blokjes snijden. Dan neem ik wat kastanjechampignons en die snij ik in grote stukken. Aan deze pasta voeg ik ook nog wat snijbonen toe en wortel. Je kunt makkelijk variëren met deze groentes, dus kies wat jij lekker vindt. Om de pasta te maken neem ik 80 gram volkoren fusilli. Je kunt elke pasta gebruiken die je zelf wil en natuurlijk zelf de hoeveelheid bepalen. De fusilli doe ik in de pan met kokend water. Daar doe ik ook een beetje bouillon bij. Dit laat ik koken tot het water half verdampt is en de pasta half gaar. Dan voeg ik de champignons, snijbonen en wortels toe, zodat deze mee kunnen koken. Om de pasta wat meer smaak te geven, doe ik nog wat sojasaus erbij. En ik gebruik VioLife Creamy om de pasta wat romiger te maken. Voor mij hoeft de pasta niet heel romig, dus ik voeg 1 eetlepel toe. Maar wil je het romiger maken, dan kun je natuurlijk makkelijk meer van de VioLife Creamy toevoegen. Heb je dit trouwens niet in huis, dan kun je het ook weglaten en dan is de pasta gewoon wat minder romig. Kook de pasta tot je ziet dat al het vocht verdampt is en breng het dan over op een bord. Als je wil kun je nu de pasta nog met wat edelgist bestrooien voordat je het serveert. Wil je meer eenpansgerechten zien? Geef dit filmpje dan een duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.